De PVV docht voor het eerst mee met de provinciale verkiezings. Op een geheim plak en in een beslettend passenbijeenkomst maken Geert Wilders de kandidaten en het programma bekend. Journalisten die het hadden let oemeld hier kwamen net door het cordon van beveiligers en politiemensken hinnen. Daar ben ik net ongevoelig voor. Dus ik wil zeggen, het 100 is. Ja, maar. We staan bij de ingang van de oorsprong in Sint-Niek en er komt een lietse demonstratie aan met een prot lawaai. 4 man, sterk, met een reet spandoek. En daar ziet op één volk, wereldvolk, nee tegen discriminatie en racisme. Even kijken, is iedereen zichtbaar? Ja. Houd hem aan die molletjes. Is iedereen zichtbaar? Iets inschikken nog? Ja. Ja, even naar Kruip. Kees even voor Hotsen. Kees de geleden, okay. Denk erop. Kunt u even naar de camera kijken? En ik praat je mee. Sinds koud, je protesteren luidruchtig tegen de PVV. Waarom? De PVV zit voor u als symbool dat mensen in brede zin, in maatschappelijke zin natuurlijk, en dat is het makkelijkste voorbeeld, dat minderheden, zoals bijvoorbeeld van oren gezinten en religieuze gezinten, stelselmatig discrimineerd worden en in een hoekje treunen worden. Maar uiteindelijk elke ien het ondervinden kan dat ze sociaal en of economisch uitsluiten worden. De ISK is een internationale schakelklasse. Het is een school voor anderstaligen. Het zijn nieuwkomers. Dat zijn een deel ook asielzoekers, een deel vluchtelingen. Er is ook een groep van immigranten. Alle nationaliteiten kunnen hier ook vinden. Dus wij hebben op dit moment, zo uit mijn hoofd, 37 nationaliteiten. Oké, we gaan verder met de les van gisteren. Ja, alleen, over een krant. Ja, alleen er zijn een paar die waren er gisteren niet. Dus ik denk dat we even een klein beetje herhaling moeten doen. En over persvrijheid hadden we het gehad. Weet je dat nog? Over democratie. En ook over democratie. Wie weet nog wat pers? Wie weet nog wat pers was? Mohsen, weet jij dat nog? Dan het andere stukje, vrijheid. We hebben het ook over gehad. Vrijheid op internet. Ja, vrijheid op internet. Dat kun je al zeggen. Op televisie. Op televisie en de krant. Ja, dat denk ik. Graag het woord willen geven en introduceren onze voortrekker Geert Wilders en onze lijsttrekker Max Adenauer. Graag een applaus. Dames en heren, het wordt het jaar dat onze PVV en alle patriotten in Nederland gaan winnen. Het wordt het jaar dat de PVV in alle provincies vaste grond onder de voeten zal gaan krijgen. En ik ben ontzettend blij dat ik hier vandaag uw gast mag zijn in Friesland. Het is altijd goed om weg te zijn uit die Haagse kaasstolp.
En ik ken, behalve Limburg, maar ja, dat is mijn eigenlijke thuis, geen betere plek om ook naartoe te gaan dan het wondermooie Friesland. Hoe komt dat? Geen zin, geen stress. Ja? Ik ben oorspronkelijk uit een Palestijns gebied ten noorden van Israël. En hoe lang woont u al in Friesland? Oh, heel lang. In Friesland zelf zo'n 20 jaar. En met de plezier trouwens. Ik heb overal gewoond in het land. En sinds 20 jaar woon ik hier. En we hebben het naar ons zin. Het is een, ik zou het voor geen goud willen ruilen. Dames en heren, Nederland moet dus trots zijn op Friesland. Want deze provincie heeft zijn eigen cultuur altijd hoog gehouden. Ook tegen de verdrukking in. En het Fries leeft en de Friese tradities zijn er om trots op te zijn. De vlag van Friesland staat symbool voor de vlag van vrije mensen. Liever dood dan slaaf, zoals op het monument in Warrens staat geschreven. En dat is een inspiratie die we ook in de rest van Nederland keihard nodig hebben. Wij willen geen minderheid in eigen land worden. Dus ik zeg, Nederland moet Nederland blijven en Friesland moet Friesland blijven. De beste plek op aarde om goed opgevangen te worden en goed geïntegreerd in de samenleving opgenomen te worden en mee te doen, is in Friesland. En als je ziet dat de afgelopen 20, 25 jaar hoe de Friese samenleving opkomt voor vluchtelingen, asielzoekers, voor illegale, voor uitgeprocedeerden. Dat is echt hartverwarmend. Dat zie je bijna nergens. Het is een voorbeeld voor het hele land dat de Friesen, de kerken, vluchtelingenwerkgroepen, politiek, ook niet te vergeten, die komen allemaal op voor, dat zijn onze mensen. Dus de allochtonen die hier wonen, worden ook gezien als, het zijn onze mensen. Daar moeten we voor opkomen. Beste mensen, ik stel nu graag de eerste 5 kandidaten van onze lijst aan u voor. Om te beginnen onze lijsttrekker. Hij woont in Drachten met zijn vriendin. Hij is een politieman die al jaren met beide voeten in de modder staat. In de modder van die samenleving. In zijn vrije tijd vliegt hij met de paramotor boven het mooie Friese landschap. Als ras-echte Fries staat hij te popelen zich in te zetten voor een duidelijk beter Friesland. Wat is nou voor Jim in Friesland het wichtigste? Nou, vooral dat wij onderscheid maken willen. En dat wij het. En daarmee bedoel ik dat wij dus luisteren willen naar de burger. Dat wij eerbesteden wat de burger vindt. En dat wij vooral. Dat is denk ik een van de sterke punten van de PVV. Dat wij nou eindelijk eens een keer sissen wat de burger denkt. Jullie gaan niet stemmen? Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, dat sla ik nooit doen. En wat stemmen jou? Ik stem geen PVV. Nee? Dat is de eerste partij waar ik nooit op stemmen zal. Waarom net? Dat is geen partij. Die is net in de politiek thuis. En zulke strandpunten hebben we dat zien hebben, dat je het net zo. Nou, ik ben net zo'n PVV'er. Dus ik ga iets van. Ja, iedereen weet het eigenlijk wel. Hè. Wat verstampen dat ze. Ik vind ze extreem. En alles had er maar kanten, of misschien wat meer. En dat ging net om een PVV merken dat iets twakken.
Ik vind het als Singelhoed vind ik het wel best. Je mag er net aan denken dat ze aan de macht komen, maar als Singelhoed zien de rest van de politiek, lijkt het me wel een goede zaak. Ja. Waarom? Nou, een beetje Singas eens. Ze hebben toch andere ideeën. En, ja, als Singas vind ik het wel prima. Ik ben er helemaal klaar mee. Met de hele politiek. Want? Ja, want. Nou, lekker vaststellen, ik zit voor de gemeente hier in de Rie op gemeentelijk niveau. En dat vind ik prachtig. Maar alles wat daarboven zit, hè, Den Haag, nou, ze zeggen dan van zakkenvullers, baantjestaskoers, et cetera, et cetera. Nou, ik twijfel er niet aan. Dan hebben we de Provinciale Staten, dat is een soort tussenschakel. Ja, het kost een hele hoop centen. Ze hebben ik een hoop centen. Maar ja, er zijn al geloeden die steeds van opheffen. Nou, ik ben ervoor. Want het Rijk scoot, en dat is jou bekend, neem ik gewoon, steeds meer taken naar de gemeente staan. Jeugd en gezin en neem maar alles komt bij de gemeenten. Dus wat maakt wij nog maar die hele Provinciale Staten? Daar ben ik mee eens. Dus, ik stem ik net, Roodje, dat simpel is. Ik stem op PVV. Ja. Puur om de mij was wat verorings komen, vind ik. En wat van verorings dat er dan binnen maakt het me net te vol uit. Maar het hoeft net al dit CDA, PvdA en VVD te werden, denk ik. Ik denk dat het gewoon een keer een andere partij aan de macht is, is gewoon een keer goed. Wat kan zij verorien? Dat weet ik net, maar hoofdzakelijk denk ik in de vriendjespolitiek. Ik zie hier borden dat heugen mensen in de politiek, die kreeg ik de heugste baantjes nadat ze buiten politiek weggen. En ik denk dat het wel een keer oor was met mij. Dat het net al dit CDA, PvdA en VVD werden. Maar dan krijg je een salam nou, waar bij de ABN is. En dat soort dingetjes. Hoe goed een kok, Wim Kok, een hele heuge baan kreeg bij de Shell en overal. En dat al je baantjes dat scoot. En daarmee was een keer wat oor meestal niet, vind ik. Ik onderzocht waarom het vrije is, maar ik meest op de rand staat, waarom die op de PVV stemmen. Nou, een hele belangrijke factor die we zorgen is dat mensen die het angst hebben voor allochtonen, dus een soort dreiging ervaren van deze groepen, dat die vaker stemmen op de PVV. En die hebben de neiging om op PVV te stemmen. En nou, dan heb ik het eigenlijk over verschillende soorten dreiging. Dus aan de ene kant is dat, nemen we de economische dreiging. Dus bang dat die werk overnamen wordt door andere bevolkingsgroepen. Of dat mensen vinden dat er te volle geld uitgegeven wordt door de regering aan allochtone bevolkingsgroepen. Dat is de ene dreiging. Een tweede is meer de symbolische dreiging. En dat is de angst dat de eigen normen en waarden, de Nederlandse normen en waarden, bedreigd worden door de normen en waarden van andere culturen. En het derde forum is de angst voor de criminaliteit, vooral van moslims. Dus mensen zijn bang dat de criminaliteit toenemen zal. Dat je ook een prot in de media natuurlijk naar voren komt. En die drie soorten angst zijn een belangrijke motivatie om op de PVV te stemmen. En waarom stemmen de meesten hier PVV, denk je? Ik denk dat hier wel op mij valt. Hè? Boetelanders, dat is hier net, dan ben je een boetelander. Dus wat dat betreft, hoeft net zeggen dat de PvdA met hun hoofddoekjes of PVV niks met hoofddoekjes of dat soort dingen, dat is hier net. Dus dat gaat net om het populisme of nee. Dan zou dat wijzen omdat de meesten denken van de mij wordt wat verorings komen. Hier in Noorden zit een hele hoop CDA en PvdA. En dat zijn hele conservatieve kiezers. Worden we vol. Ik denk net dat de PVV hier een goed succes wordt. Ik kan me net voorstellen, daar ben ik vier te nacht voor. Is mijn idee. Ik denk zeker dat de PVV hier in Friesland een redelijke score maakt zichzelf. Ja. En waarom? Dat doggen ze op grond van landelijke argumenten dat een prutte kiezers in Friesland op de PVV stemmen zullen.
mensen zullen net op de PVV stemmen om provinciale argumenten. Daar loopt niks van. Het is vaak van heel meestal toch een vorm van een proteststem. En de angst voor het onbekende. Toch een stuk angst voor de islam. De gemeenten waar wat meer op PVV stemt is in Friesland, dat is bijvoorbeeld in Kalmerloon of Achtkarspen. En dat zijn over het algemeen toch gemeenten waar meer mensen wat een onzeker bestaan hebben. Uw onderzoek blijkt bijvoorbeeld ook dat leegopleide mensen, dat die eerder de neiging hebben PVV te stemmen. En dan gaat het weer onder die groep mensen, die leegopleide mensen, is het ook vooral die economische dreiging waar die een rol speelt. Dus ik denk dat dat echt een belangrijke factor is in die gemeenten om op de PVV te stemmen. Antwoord is heldere stellingname in de problemen die er hier te duiden binnen. En die zijn er gigantisch. En vooral sociaal-economisch, want dat is meestal de grondslag van alle andere problemen. Dat ze heel helder een visie aanmaken van en die kant wil wij, CDA of wij, Partij van Arbeid, uit. Want dat is een antwoord op de problematiek. En dat vergt diepgang, dat vergt studie, dat vergt debatten. En dat vind ik ook een euvel van de politieke partijen van Joerte Duin. Er wordt te min fundamenteel discussieerd over de problemen van de Joerduinse maatschappij. En mensen zeggen dat, mensen binnen net dom. En dat ben ik net domme mensen niet op de PVV stemmen. Maar die hebben daar wel onuitdacht en die zeggen, nou, die andere partijen, jouw mij onvoldoende borg, onvoldoende zekerheid. Ja, dan is het natuurlijk een stukje ontevredenheid en uit die ontevredenheid. En vanwege de duidelijkheid van Wilders stemmen ze op een PVV. Friesland verdient de PVV. Voor Friesland is de PVV duidelijk beter. Er gaat een frisse wind waaien van Vlieland tot Appelscha en van Lemmer tot Schiermonnikoog. En ik verheug me erop om op 2 maart weer opnieuw trots op Friesland te kunnen zijn. En ik zou af willen sluiten met 2 zinnen die u wellicht bekend in de oren klinken. Friesland boppen en Job Cohen in er groppen. Dames en heren, dank u wel. Ik heb groot respect voor Wilders, want dat is een slimme politicus. Ik ben net maar hem eens, maar dat is wat anders. Maar ik heb respect voor hem en hij voelt haar fijn aan met oren de stekken van haar litten. En dan denk ik best de mensen, zullen naar hem, leer van hem, maar toch hetzelfde. Jou, ik, zijn antwoord, maar dan wel op Jim niveau, vanuit Jim gedachtegoed, in positieve zin. En dan gaat het, naar mijn betekent, maar het volle interessanter worden ik voor de kiezer. Wat spreekt jou nou het meeste aan in de PVV? Nou, vooral de helderheid. Duidelijk, beter. Vertellen wat er aan de hand is. Luisteren naar de burger. Je weet wat de 3 belangrijkste standpunten binnen van de PVV. Dat had toch met veiligheid te maken, met zorg, met het stopje van de jodverspilling. Het beteugelen van de immigratie. En dat zijn toch wel de hoofdpunten van de PVV. En die spreken mij goed aan. Maar vooral de helderheid en de duidelijkheid daarin. We draaiden net omheen, wij sissen wat de mensen denken. Werd ik bijvoorbeeld zelf het maar te krijgen, hij is veiligheid. Openbare orde. Daar kan een PVV een heel soort roppen in provinciaal verband. Maar dat is volksverlakkerij, laat het dus duidelijk zijn. Want daar gaan ze net hoor, provinciaal staten. Dat zullen ze misschien wel horen, maar daar gaan ze net hoor. Dat is des burgemeesters en natuurlijk in tweede instantie de gemeente die het veiligheidsbeleid vaststelt. Dus ik zou zeggen, schoenmaker hou je bij de leest. En dan onze nummer 5. Ze is 44 jaar, moeder van 2 geweldige kinderen, hoe kan het ook anders. Een groot applaus voor onze eigen Carolien Knol. Hoe groot is de kans dat je in de steden moet komen? Ik denk heel groot. Je hebt politieke ervaring? Nee. Wat wil je bereiken als je in de steden zit? Ik wil bereiken dat ik Friesland beter maatje kan. En hoe beter? Nou, beter dan dat het nou is, maar al die dingen die er mis binnen. Wat is er mis?
Ja, er is een volle mis. Bijvoorbeeld de afvaloven bij Haas. Die willen we net. De meesten willen het net, dus dan willen wij het ik net. Ik ben echt, ik wil graag mijn best doen van de meesten. En die willen hem net. Dus dan staan we erachter. En dierenwelzijn vind ik een heel belangrijk ding. Want de beesten die, willen meestal een beetje achteruit zetten. Gina zet steeds meer erbij. Want er binnen AZC's die binnen heel vol of die rinnen leeg. Nou, waarom had er dan een nijen bij? Ik een belangrijk punt, dat is dat er pestcoaches komen op squallen. Misschien net voor iedereen heel belangrijk, maar ik vind het wel. Want ik ben ik van de bijen natuurlijk. Wol ik in het spier. Daarbij vind ik het ook belangrijk dat de bijen weer squal zwemmen gaan op de squal. Want dat gebeurt ik net meer. En dat hebben ze toen die aan uit bezuiniging. Maar ja, squal zwemmen je erbij. En helemaal in een provincie als Friesland. Dan mag je toch wel squal zwemmen kennen, denk ik. En dat wil ik vanuit de provincie dat regelen? Dat wordt regelen via net helemaal door de provincie, maar meer door de gemeentes. Maar ja, als provincie kun je natuurlijk wel een heel soort input hebben daarin. En je hebt hulp met punten en verlangens. Zei je dat ik financieel door rekening litten? We hebben alles door rekening litten, ja. En waar kom je hem dan op? Ja, waar wij op komen, ik weet dat net samen. Dat is net mijn ding, de financiën. Maar ja, ze hebben dat al jaar goed door rekenen. Wij hebben een heel soort af van subsidies. Want er zijn bijvoorbeeld een heel soort bedrijven die subsidie krijgen, terwijl het eigenlijk, ja, dat in het... Het is vies te volle. Het is geld van de burger. Welke bedrijven? Ja, welke bedrijven? Neem maar op. Kunst, cultuur, dat soort dingen. Dat is, ja, misschien hebben die mensen wel wat geld nodig, maar ik vind dat zij optreden of weet ik het, dan kunnen ze toch hun eigen geld ik verdienen. Ik bedoel, waarom had mensen belasting betalen en dat dat ter hinne gaat? Het is uw geld wat ter hinne gaat, dat vind ik zonde. Maar ze hebben hele makkelijke standpunten, hè? Dus het is gewoon jeugd uit. Je hoeft er niet naar uit te denken. Als dat de politieke partij de verkiezingen west binnen, dan prakasseren ze nergens meer over. Het is eventjes een standpunt innemen voor de verkiezingen. Om stem te krijgen en voor de rest dan pakken ze er niks van. Ik zie de mensen die ze op een lijst inhouden, zonder politieke ervaring, het algemeen. Een balk als dat spultje. Nou, dat zorg ik net in dat zij daar een beleid bij voeren kunnen. En vooral voor Friesland. Kandidaten, hoe ben je uitzocht? Die hij zichzelf wil melden. Want je mag bij u, sorry, heel erg graag zelf ik het PVV hart hebben. Dus je moet jezelf aanmelden en, nou, en dan wil je uitzocht op ja. Gewoon hoe je binnen, hoe je vielen. Dat vinden we het belangrijkste. De volgende op nummer 9, Sietske Terpstra uit Beesterswaag, onze deskundige op het gebied van waterbeheer. Hartstikke bedankt. En van het mooie Ameland hebben wij Albert Huizeling. Op nummer 14 was Auke Zijlstra. Alleen Auke die is geveld door de griep. Ook hele goede PVV'ers kunnen ziek worden helaas. Toch een applaus voor Auke. Ik ben er met dit geweldige team klaar voor. Een volkspartij voor en door echte Friezen. Vanaf deze plek
roep ik iedereen op om op 2 maart te gaan stemmen. Het zijn natuurlijk ook aparte verkiezingen, want ja, het CDA, VVD en PVV, die nu een nipte meerderheid hebben in de Tweede Kamer, zouden ook dolgraag een meerderheid hebben in de Eerste Kamer, hoe klein dan ook. En ja, de Provinciale Staten kiest de Eerste Kamer, dus het is ontzettend belangrijk en ik hoop ook dat iedereen gaat stemmen, sowieso. Mijn voorkeur is natuurlijk PVV, maar ga in ieder geval stemmen, want voor een gedeelte bepaal je ook het landelijke beleid. Daar gaat in feite de hele verkiezing van de Provinciale Staten nou ik om, denk ik. Puur om de Eerste Kamer. Daar gaat het om. Want provinciaal, ja, wat stelt er al jij niks voor, denk ik. En ben je een protte meisje die PVV stemmen? Ik denk het wel, maar ik denk net dat er een protte meisje naar de stembus staat in de Provinciale Staten. Ik denk dat we meer dan 20% van de mensen hier heen gaan en dan houdt het op, denk ik. En net staat landelijk, dat speelt heel erg. Doe jester ik niks over, dus je hoeft geen affiches, dus je hoeft heel erg niks. Dus dan word ik een prutten naar de verkiezingsstangen hier, toch? Iedereen weet wel dat de opkomst mijn provinciale steden net zo heeg is. Maar juist omdat wij nou mooi doen voor het eerst, denk ik dat er een hele hege opkomst komt. Ik denk dat mensen nou meer door te stemmen op de Partij voor de Vrijheid. Maar denk je net dat de mensen die nou op die lijst liggen van de PVV, dat die uiteindelijk broekt worden om een meerderheid in de Eerste Kamer te krijgen? Dat is wel, dat is zo. Ze broeken de mensen daarvoor, ja. En als het daar zijn kleer is, wat ze de stem hebben, dan doen ze er verder niks mee. Daar ben ik heilig van overtuigd. Hoeveel zitten kan de PVV in de provincie? Ik verwacht jezelf rond de 4 of 5 zitten, denk ik. Nou, dat heb ik 12 horen. Dat vind ik wel hopelijk, joh. In je zit? Dan had het wel op, dacht ik. Meer dacht ik net. Ik denk dat de Friesen daar wat nuchter van zijn. Ja, wat zal het zijn tussen de 4, 5, 6, 7 zetels? En ik hoop dat het dichter bij de 7 zit dan bij de 4. Maar ja, wie zijn de stemmers op de PVV? Dat zijn ook mensen die in de kern maken ook gebruik van hun democratisch recht en stemrecht. En wij leven gelukkig maar in een democratische staat waar iedereen mag stemmen op welke partij die hij of zij dat goed vindt of hem of haar aanspreekt. Dus in dat opzicht, gelukkig dat wij in een democratische staat wonen. En dat is ook tegelijkertijd een van ons aandachtsgebied hier op school. Dat we democratisch burgerschap staat bij ons echt hoog aangeschreven. Wij vormen met z'n allen de Friese samenleving. Ik ben daar mede verantwoordelijk om daar bijdrage aan te leveren. Nou, je hebt een positieve instelling. Ik woon in Friesland, wat wil je nog meer? Mijn ideale Friesland, dat zorgt eruit dat iedereen zo gelukkig wezen kan als ik.